Nou, dit is mijn kamer, helemaal oranje. Pien voetbalt sinds haar vierde en is superfan van de Oranje Leeuwinnen. Ik vond het echt al heel lang al leuk, want ik keek het ook steeds op tv en ik vond het gewoon leuk het spel zelf. En waar zou je zelf laten willen voetballen? Bij Nederlands elftal en misschien bij nog Paris Saint-Germain of zo. Ze is het meest fan van Daphne van Domselaar, de keepster. En is zelfs een keer hand in hand met haar het veld opgelopen. En toen ging ik op het veld meelopen en toen kreeg ik ook dit shirt van Daphne. Is dat je lievelingsshirt? Ik denk het wel. Ik heb ook nog keepershandschoenen van haar gekregen. Maar morgen spelen ze weer om 3:00 s'nachts, hè? Ja, dan gaan we ook kijken. Ja? Mijn moeder gaat me wakker maken, mijn vader. De vader van Pien steunt haar in alles en gaat alle wedstrijden met haar af. Klaar voor? Goed zo, keurig. De wedstrijden zijn vaak in Limburg of in het oosten van het land. En waar hebben jullie dan over onderweg? Speelsters, hoe de wedstrijd gaat verlopen. En dan onderhand gaan we dan ook nog tussendoor even verstoppen. Dan gaan we even een balletje trappen. Pien heeft de fascinatie voor voetbal niet voor een vreemde. Ja, ik ben 18 jaar keeper geweest. Vroeger bij toen ADO20, Telstar, Haams Jeugd. Dus er zat wel iets van talent zit er denk ik wel in. Iets in het DNA, denk ik. Hoe trots ben je op daar? Ja, super trots. Het straalt er vanaf, dat zie je ook. En de plezier wat ze erin heeft. En vooral het moment dat ze met Nels Elftal het veld op mocht. En dan met haar idool aan de hand het veld op. Ja, toen heb ik wel even wat weggeslikt. Wel een emotioneel moment. Ja, op de wedstrijd. Mm-hmm. Hoeveel gaat het worden? 2-0. Ik zeg 2-1. Proost. Op de wedstrijd.